Hoi allemaal, wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben op dit moment 29 weken zwanger. Ik moet altijd even nadenken. Het is gek hè, hoe je dat bij een eerste kindje weet je dat op de dag zeg maar. Bij een tweede denk je als het 28, 29. Welke dag is vandaag? Dat dus. Of misschien ligt dat niet aan een tweede kindje, maar gewoon aan mijn slechte brein. Net niet op mijn haar, het wil niet zitten vandaag. Ik had het eigenlijk moeten wassen, maar daar had ik geen kracht voor. Dat ga ik lekker morgen doen, dus bear with me. Super leuk dat je weer kijkt. Het is alweer even geleden dat ik mijn laatste update opnam. Dat komt omdat er een vakantie tussen zat. Maar nou ja, als je voor wie mijn vlogs kijkt, die ziet natuurlijk tussendoor ook wel de stand van zaken van mijn buik. En hoort ook wel een beetje hoe ik me voel. We zijn druk bezig met de babykamer. Echt heel fijn dat dat nu een beetje op gang is gekomen. Want de nesteldrang is echt zeker aanwezig. Ik merk wel dat ik... Ik ben ook met Niels' kamer bezig, want we hebben eigenlijk Niels' kamer gesplitst in twee kamers. Dus ik ben zeg maar met twee, eigenlijk drie dingen, want de hal pakken we ook aan, tegelijk bezig. Wat maakt dat ik me niet echt meer kan focussen, oké, van wat moet eerst en wat moet twee en nou goed dat. Maar daar zijn we wel druk mee bezig. Dat wil zeggen vooral andere mensen, maar ik heb gisteren samen met mijn moeder behangen. Het idee was dat zij vooral het werk zullen en ik gewoon een beetje zou toekijken en aanmoedigen en dingen aangeven. Maar we hadden ladder geleend van de buren en nou, mijn moeder kon daarmee net niet echt heel erg lekker bij de bovenkant. Dus eigenlijk heb ik nog best wel wat gedaan. Maar gelukkig ging het. Toevallig had ik blijkbaar een goede dag. Maar dat merkte dat ik nu echt een mega moe en pijnlijk lijf heb. Die overbelaste bilspier heb ik nog steeds. Het wordt ook niet echt beter. Moet ik eerlijk bekennen. Het is af en toe een paar dagen beter. Maar over het algemeen is het gewoon but. Letterlijk en figuurlijk. En dat is wel een beetje jammer. Want dat belemmert me enorm. En dat vind ik ook heel lastig. Want ik wil heel graag heel veel. Want mijn nesteldrang zegt, ik wil nu dingen doen. Maar ik moet het gewoon niet doen. Het kan niet. Want als ik dat doe, dan lig ik gewoon op de grond te huilen van de pijn. Dus dat is niet helemaal de bedoeling. Niels uit logeren, dus dat betekent dat ik vandaag een dag rust heb. Ik ben even naar de stad geweest omdat ik even een paar dingetjes moest doen. Maar echt anderhalf uur of zo en nu gewoon weer thuis. Ik fiets ook echt als een bejaarde. Ja, dat had ik ook met Niels trouwens, dat ik echt werd ingehaald door bejaarden. Nou, dat heb ik nu ook. De snelheid is eruit. En bij Niels had ik dat niet zo snel als dat ik dat nu heb. Maar goed, ik had het wel. En nou ja, dat is eigenlijk bij alles een beetje, het is allemaal eerder krakkemikkig, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik kan mijn tenen echt niet meer zien. Ik heb vlak voor de vakantie voor het eerst, denk ik, in mijn leven, nou, misschien één keer eerder een pedicure gedaan. Een keer omdat ik het cadeau had gekregen of zo. Maar eigenlijk voor het eerst, zeg maar, voor mijn gevoel, voor het eerst een pedicure gedaan. Want ik kan mijn tenen achter niet meer lang. Ik kan zeg maar zo nog wel bij mijn voet. Maar zeg maar, zo kan ik niet meer bij mijn tenen. Dus toen dacht ik, ja, met vakantie vind ik het wel leuk als mijn voeten er een beetje leuk bij liggen. Dus een pedicure gedaan, dat soort dingen. Nou, dat heb ik met Niels gewoon niet gehad. Ik had met Niels op een gegeven moment een hele grote buik. Alleen Niels, bij Niels was de buik, dat is mits die even een beetje liefde wil, en mittens. Bij Niels was zeg maar mijn buik echt een voetbal onder mijn shirt, zeg maar. En bij haar is het gewoon veel breder. Dus bij Niels kon ik omheen kijken. Dat kan ik nu niet. Ja, dat is wel. Het zijn wel allemaal. Ja, je merkt gewoon verschil. Ik had net mijn broertje aan de telefoon. Die zei ook, ja, je hoort gewoon vaker dat zwanger zijn van een meisje zwaarder is. Ik weet niet helemaal of dat zo is. Ik weet wel dat ze vaak een van de bakerpraatjes is. Hè? Een jongetje maakt je mooier en een meisje ontneemt je schoonheid. Nou, die gaat zeker op. Maar als het een bakerpraatje is dat het ook zwaarder is om van een meisje zwanger te zijn, dan klopt het bij mij in ieder geval volledig. Want het is echt. Ja, ik heb dus best wel wat klachten. Dat betekent ook dat ik rustiger aan moet gaan doen met werken. De verloskundige zei eigenlijk van, joh, ik denk, want ik ga 4 weken van tevoren met verlof. Bij Niels had ik 5 gedaan, maar Niels kwam vervolgens nog 11 dagen na de uitgerekende datum. Dus had ik echt een mega lang stuk daarvoor. Ik had liever gewoon meer aan de achterkant gehad. Nou is het zeg maar wel, je hebt altijd 16 weken na de bevalling, dus... Als je langer, als je na de uitgerekende datum hebt, zijn gewoon een soort bonusdagen. Wat heel fijn is. Maar ik had dus ook met 4 weken kunnen gaan.
ja, fysiek zou je zeggen, misschien moet je eerder gaan. Maar wat ik, het lijkt mij best wel pittig, zeg maar, om 2 kinderen te hebben. Dus zeker aan het begin. En dat je, zeg maar, nou, tussen de rust en de, nou, de, zeg maar, de. Ik vond het echt met Niels, echt die babytijd was echt een soort serene rust in huis. En ja, dat is natuurlijk niet meer als je al een kind hebt rondlopen. En dat is logisch. Maar het lijkt mij heel lastig om als ouder te schakelen tussen die twee. En ja, daarbij denk ik gewoon, het is denk ik fysiek ook zwaarder. Dus ik heb liever dat ik wat meer tijd aan de achterkant heb. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Hoe vroeg ben jij met verlof gegaan? En het zit nu ook met mijn project gewoon net handig als ik het op deze manier doe. Maar ik ben heel benieuwd. Maar het wordt denk ik wel een uitdaging. Hè? Zoals ik al zei, de verloskundige die had zoiets van, nou, ik weet niet of dit een goed idee is. Maar ik zei, ja, aan de andere kant, werk is wel waar ik het meeste rust heb. Omdat ik daar gewoon zit. Als ik thuis ben, dan heb ik natuurlijk de kleine. En nou ja, goed. Maar ik merk wel dat ik ga dit niet nog heel lang volhouden. Dus ik heb besloten deels thuis te gaan werken. Dat kan gelukkig met mijn baan. Dus ik begin denk ik met halve dagen. En ga dat naar hele dagen toewerken richting het einde. Als ik toch vooral bezig ben met, nou ja, goed, alle laatste dingen te regelen, over te dragen en dat soort dingen. Dus ja, dat ga ik nu proberen. En dat wil ik dan doen op de dagen dat Niels op de opvang is. Dat is 2 keer in de week. Want dan kan ik gewoon meer van houding wisselen. Ik kan gewoon in mijn jongbroek zitten, wat echt een mega plus is. Ik denk gewoon dat dat voor mij op dit moment het beste is. En dat ga ik proberen. Gaat het niet, dan kan ik altijd nog eerder met verlof gaan. Mijn leidinggevende is daar heel relaxed in. Wij spreken, als ik zou zeggen, morgen het gaat niet meer, dan zorgt ze ook dat het goed komt. Zeg maar. Dus dat is super fijn. Maar het liefst ga ik gewoon door tot 4 weken van tevoren. Maar dan dus een beetje met aanpassingen. Ja, wat ik verder merk is dat zij zit veel lager dan Niels. Zeg maar, mijn buik is echt maar lager dik. Waardoor ik broeken echt zo niet comfortabel meer vind. Ik heb nu toevallig een broek aan, maar eigenlijk heb ik gewoon geen broeken meer aan. Draag ik alleen nog maar jurkjes. Deze broek zit echt, het voelt een soort jongenbroek, dus dat gaat prima. Maar zelfs ook met bijvoorbeeld ondergoed en zo. Het zit gewoon niet. Om een van de redenen is die buik zo laag. Ja, ik kan het heel lastig uitleggen, maar het is echt op een irritante manier laag, zeg maar. Dat is heel gek, had ik met Niels ook helemaal niet. Dus het is voor mij zo. Ik had zo'n andere mindset. Tenminste, ik had natuurlijk gewoon een beeld bij het zwanger zijn. En dat ging fantastisch vorige keer. En ik moet nog steeds wennen aan dat het nu niet zo is. Maar in mijn buik gaat het prima. Ze is mega bewegelijk. En vooral op de vakantie natuurlijk. Oh, nu is ze ook aan het schoppen. Vooral op de vakantie natuurlijk. Dan, ja, weet je, dan ga je, zit jezelf wat meer en dan. Nou, de eerste avond, ik zei tegen ze, ik weet niet wat er is, een soort disco in mijn buik, dat was niet normaal. Echt non-stop salto's maken voor mijn gevoel. De groei gaat verder goed, ja, ze meten natuurlijk alleen je buik. En dat gaat verder, zeg maar, dus kijk ze naar de grootte van je baarmoeder, zeg maar. Dat gaat op zich allemaal netjes, dus nou ja, dat is het belangrijkste. Ik merk dat ik veel vocht vasthoud. Je kan het hier ook wel zien. Dit zijn nog maar grotere ringen. Maar die, ja, je ziet, zeg maar, mijn vinger als een soort rollade eromheen. Je ziet ook aan mijn gezicht en zo. Ik ben dus nu druk bezig met de babykamer en zo. Dus ik ben helemaal leuk inspiratie aan het opdoen. Als je nog leuke tips hebt voor leuke winkels, let me know. Voor interieurdingetjes voor baby's en zo. Ik wil vooral nog leuke accessoires en zo bedenken. Want de basis, dat weet ik denk ik wel. Die wordt vooral weer heel licht en simpel. We wilden eigenlijk ook grijze gordijnen doen, net als bij Niels. Maar ik vind het dan te donker worden. Dus ik heb nu mooie lichtroze gezien. Verduisterend wel. Dat vind ik wel belangrijk. En ik wil denk ik van die stippen muurstickers gaan doen. Ik denk gouden en roze. Dus ik denk dat goud-roze een beetje thema wordt. Dus mocht je daar nog leuke dingen in hebben gezien, laat het me weten. Verder hebben we het geboortekaartje in basis af. Dus dat is ook heel leuk. Dat is afgestreept. Ik heb het gevoel dat mijn actielijst van hier tot Tokio is. Maar ik vind het heel fijn dat dit in ieder geval is afgestreept. En een vriendin van ons, die is gaafs ontwerper. En die heeft weer een prachtig kaartje gemaakt. Dus daar zijn we echt heel blij mee. En
Ja, verder is dat het denk ik wel. Dus als zo mooi als ik het opneem, dan heb ik allerlei ideeën in mijn hoofd. En gaandeweg begin ik te praten, dan ben ik het allemaal kwijt. Ik zou het ook op kunnen schrijven, zou ook een goed idee zijn. Ik wil eigenlijk nog een zwangerschapscursus gaan doen. Een verkorte, maar ik ben ook weer rijkelijk laat met dat. Nou, ik had het al heel lang bedacht, ik heb het alleen nooit geregeld. Dus die zit vol. Er is er nog één, maar die is de laatste sessie daarvan is 3 of 4 dagen of zo na mijn uitgerekende datum. Risicootje. Dus ik moet even kijken of dat een goed idee is. Ik denk wel dat zij eerder komt dan Niels, maar ja, ik verwacht niet dat ik ineens 4 weken van tevoren beval. Maar ja, je weet het nooit. Voor hetzelfde geld komt ze net zo laat zien, dus het kan allemaal. Dus dat wil ik eigenlijk nog wel doen. En dan een soort verkorte variant waarin ik hoop dat ik vooral eventjes weer het puffen, het persen, dat soort dingen. Gewoon weer even, omdat ik vorige keer geen persweeën had. Tenminste, ik begon met persweeën en die waren vrij snel weg omdat ik ook gewoon te moe was. En persen zonder persweeën is een beetje lastig. Dus dat zou ik wel graag weer eventjes willen. Dat ik even weet hoe dat ook alweer werkt. En ik vind het ook wel goed om er gewoon even bewust mee bezig te zijn. En wat ik eigenlijk nog wil doen is zo rond de 30 weken wil ik eigenlijk nog wel een echo doen. Gewoon ja, omdat ik het toch wel heel leuk vind om nog eventjes naar binnen te spieken. Vorige keer had ik, toen ik zwanger was van Niels, hadden we nog een 30 weken echo. Omdat de placenta bij de 20 weken echo nog voor de uitgang lag. En dan kijken ze bij 30 weken of, die inmiddels omhoog is gegaan. Nou, dat was het gelukkig het geval. Maar nu lag die al goed. Dus dan hoef je in principe niet meer terug. Maar ik zat dus zelfs denken aan een 3D echo. Waar ik voorheen, ik heb dat nog niet met Sven besproken overigens. Waar ik voorheen nog niet zo enthousiast over was. Maar ik vind dat voor mijn gevoel is de techniek in ieder geval vooruit gaan. En vind ik het er een stuk mooier uitzien dan eerst. Dus misschien dat ik dat dan wel doe. Ook omdat je nu natuurlijk niet meer op één plaatje je hele kind kan zien. Dus dan is misschien juist een 3D wel leuk. Goed. Dat moet ik nog even kijken. Maar ik denk wel dat ik dat nog graag wil. Nog een echo. Ja, de naam zijn we druk mee. Het zijn allemaal wel weer stappen. Maar ik beleef het heel anders dan met Niels. Ik ben ook heel benieuwd voor degene die een tweede kindje, zwanger zijn van een tweede kindje of inmiddels 2 kinderen hebben. Of 3 of meer. Hoe die dat ervaren. En natuurlijk ook hoe het is met je eerste kindje. Want dan zit je gewoon nog zo heerlijk in zo'n bubbel. En dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met je zwangerschap en gewoon je andere dagelijkse dingen. Maar niet, ja, het is echt anders dan als je ondertussen een 2-jarige aan het opvoeden bent. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Niels is inmiddels overgestapt van het concept zusje naar broertje. Dus die denkt nu dat hij een broertje krijgt. Nou zijn baby en broertje of zusje zijn nog steeds 2 losse dingen. Dus als hij ze tekent zijn het nog steeds papa, mama, Niels, Mittens, baby, zusje was het eerst. En nu is het dus baby en dan broertje. Maar goed, nou ja, weet je, dat maakt ook niet uit. Ik zal nog even mijn buik laten zien. Als een jongen op beeld past. Dit is mijn buik. Beetje naar achteren. Dit is mijn buik, dus met 29. Oep. Een beetje meer zo gaan zitten. 29 weken. Wat zullen we ervan zeggen? Immens. Maar goed, verder ziet hij er prachtig uit hoor, daar gaat het niet om. Maar gewoon groot. Nog steeds scheef is hij altijd, daar kan ik iets van doen. Dus meestal ligt ze hier, meestal ligt ze voor mij op rechts. En zo te voelen nu ook. Ja, dus dit is mijn buik. En dat was het dan ook meteen weer voor deze update. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Heb je antwoorden op mijn vragen? Laat ze vooral hieronder weten, want ik ben heel nieuwsgierig naar tips voor leuke winkels. Jouw ervaringen met je zwangerschap, of het nou de eerste is of de tweede of de zoveelste, let me know. En ik zie je heel graag heel snel weer bij een nieuwe video. Mocht je trouwens willen zien hoe het verloopt met de babykamer en zo, dat zie je gewoon in mijn vlogs die elke zondag online komen. Dus ben je daar benieuwd naar, kijk dan vooral eventjes op de zondag vanaf 6 uur 's ochtends. Heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!